Roy Jans, vandaag verloren bij Utrecht. Hoe zuur is dit? Nou ja, vorig jaar pakten wij 6 punten tegen Utrecht en nu 0. En op de wedstrijd tegen Utrecht, zitten we dan niet in een goed gestand, moet ik zeggen. Want thuis heel knullig verloren en nu 4 minuten voor tijd. Een vrije trap die in mijn ogen geen vrije trap is. Maar dan kan Boymans de beslissende binnenkoppen. Terwijl eigenlijk in de tweede helft hebben we het gewoon goed onder controle. En dan is dat niet alleen zuur, dan is dat heel erg zuur. En dat is jammer, want het verschil tussen volwassen een punt halen in een boeiende uitwedstrijd. Met een tactische... dat is tactisch gewoon een hele lastige wedstrijd tegen Utrecht. En daar zijn we niet de enige in. En dan is het heel mooi als je dan gewoon ook met 0-0 naar huis gaat. Want ik vind niet dat we meer hadden verdiend, omdat we hadden wel onze ruimtes. Maar we waren niet gevaarlijk genoeg om een goal te maken. En dan denk ik van, neem maar mee. En dat is dus niet zo. Dus dan is het verschil tussen volwassen een punt halen en sneu onderuit gaan, dat is heel groot. En zo voelde het natuurlijk ook. De laatste kwartier zag je natuurlijk al een beetje aankomen. Barazit erin, Boymans erin. Het was wel even vrouw en kinderen eerst. Ja, zij gingen gewoon opportunistisch spelen. En dat, op zich, ik denk tot aan de 1-0 gaven we niet eens heel veel weg. Ja, het is een beetje wat je net zegt, vrouw en kinderen eerst. Maar dat doen wij de laatste 5 minuten naar die goal ook. En dan zie je ook dat zij een beetje paniek hebben. En zij belonen zichzelf wel en wij niet. Ik denk dat wij een hele hoop fases dat we het lastig hadden. Maar ik denk ook een hoop fases hadden waarin we... echt wel meer kans had op meer. En die situatie had denk ik iets beter uit kunnen spelen. En achteraf denk ik dat er 0-0 terecht was geweest. Alleen je gaat nu met 1-0 eraf en dat is ongelooflijk zuur. We begonnen en de eerste 5 minuten was het allemaal wat aftasten. Maar daarna werkte het gewoon niet. Ik vond dat er te weinig overtuiging in zat om meteen druk op de bal te zetten. Waardoor Utrecht met name aan de rechterkant met Ramselaar 2 keer heel gevaarlijk doorkwam. Ze kwamen ook te veel op onze helft. Waren ze een paar keer heel gevaarlijk met verre inworpen. Een keer een schot daaruit van Ayoub. En in die tijd deden wij eigenlijk alleen maar liepen we een beetje achter Utrecht aan. Maar na een minuut of 25 hebben we wat dingen aangekozen. Maar hebben ze het ook beter uitgevoerd. En toen kregen we zelf onze mogelijkheden. Maar dat is zo jammer dat je in die fase. Bijvoorbeeld laatst ging een keer in zijn eentje door. En Van der Marel kon er nog net bij komen. Ja, dat zijn van die momenten. Er zijn nog een paar geweest. Dan kun je ook op voorsprong komen. En de tweede helft vind ik dat wij echt dat ons plan goed heeft gewerkt. Tot eigenlijk de 75e minuut toen ze wat opportunistischer gingen spelen. En dan moet je ook de bal in de ploeg kunnen houden. En dat hebben we niet gedaan. Want anders had je eerder kans om te winnen, denk ik, dan om te verliezen. En nu kom je met een vervelend moment. Ga je gewoon met lege handen naar huis. En dat was niet nodig geweest. Nou staat woensdag Vitesse alweer op programma. Zaterdag Groningen. Geeft deze wedstrijd, ondanks dat je hem verloren hebt, toch genoeg vertrouwen voor die wedstrijden? Nou, ik denk dat het redelijk stond. Je geeft niet zoveel weg. Utrecht uit is gewoon een lastige tegenstander. Dus voor elke club een lastige tegenstander. Het is even een beetje kijken eerst hoe die jongens allemaal uit deze wedstrijd komen. Het was wel een pittig wedstrijdje voor me. Voor een pittige grasmat. Goed, je hebt nog 2 mooie tegenstanders deze week. Een lekker gevoel wil ik niet zeggen, omdat je hem uiteindelijk verliest. Maar het feit dat je weinig weggeeft, een paar kansjes creëert uit bij Utrecht, dat moet de burger wel een beetje moed geven. Je weet dat 2 belangrijke wedstrijden zijn. En, misschien dat het voetbal vandaag niet altijd even goed was, maar we hebben denk ik wel als team bij vlaag gewoon heel goed gestaan. En, we kunnen zeker met vertrouwen naar Vitesse toe, want we moeten niet vergeten dat Heerenveen ook gewoon vorige week met 5-2 hebben verslagen. En dat er helemaal geen reden is om nu... met een klote gevoel naar Arnhem te gaan.